Frederik Oostenrijk, van Anders de Partijen, die neemt de leiding voor de 130 keer van Steve de Meijer. Derde positie krijgen van de burgerwagen van Amsjoma. En dan komt op de eerste plaats door Steve de Meijer, maar het is absoluut nog een paar die nog aan de leiding komt. Derde positie gaat nu voor de 187 van Frankie Maas. Dan is geweest op de 17 van Amsjoma. Christophe Stoppel. Kijk, Christophe Stoppel. Dat is Jorgen van den Bergen. Zeker voor Sven Haldekeer. Ja, Steve, ja. Je hebt hem mee. Oh ja, oh, nog niet. De 130 uur van Steve de Meijer. Allee jongen, waar zijn je nu naartoe? Ja, nu hebben we een paar jaar onder de van Steve de Meijer. Die komt erbij komen, kijk eens aan. Frankie Maas gaat naar de tweede positie. Hallo, zo. Die gaat over de 131 en de andere richting nog steeds 115 van Antonio Verpaaien. Tegenwoordig de 187 van Frankie Maas, die Steve de Meijer, vier Antonio Malen en Christophe Poppe. Dus die jongen nog wel werken, 784 van Sven Aldekeer. Laatste plaats voor Dimitri de Vogelaar en de negende plek voor Tom van Wildeen met 188. Dank je wel. Alle hier nog een van Anders van de Pagge. Hierbij terug naar de tweede positie. Nu is Frankie Maas kwijt. Anders van op 3. Angelo Manen. Angelo Manen probeert die tweede plaats te gaan veroveren, maar veel naar de middenpak toe gaan. Overwinning voor de mannenwagen van Angelino Verpaaien. Tweede plaats in de 130 van Steve de Meijer, 327 van Angelo Manen.